Aanvankelijk was Bram Moscovic in de race om vaste gast te worden bij VI Vandaag, maar dat is er niet van gekomen. Programma ergert zich namelijk aan zijn optredens in Shownieuws, waar hij vanwege familiebelangen continu in de bres springt voor Marco Borsato en Lil Kleine. Daar is Bram in december nog op aangesproken in VI zelf, waarna hij ontplofte. Nu zijn ze bij VI Vandaag helemaal klaar met Bram, hij werd vorige week donderdag volledig afgeslacht door Johan Derksen en vaste gast Özkan Akyol. Ooit was die man echt de advocaat van Nederland en nu zit hij heel zielig daar bij Shownieuws met al die andere slijmballen daar. Het is toch treurig om te zien wat daar gebeurt? Oei, oei, oei. Natuurlijk denken de meeste mensen tegenwoordig zo over Bram, maar op televisie houden tv-collega's elkaar vaak het hand boven het hoofd. Die ontbreekt in dit geval en dat is bij Bram enorm hard aangekomen. Hij zat gisteren gepikeerd achter de desk van Shownieuws, waar zijn tong brandde om er iets van te zeggen. Wat vindt Bram ervan? Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik was uitgenodigd om vaste tafelman daar te worden. Die uitnodiging heb ik verder niet meer gekregen. Na zijn vorige optreden bij VI werd het enorm stil. Dat was naar tevredenheid, vonden ze. Toen ben ik op de lijst van namen gezet waar iedereen zo'n beetje op stond. Collega Albert Verlinde, en nooit meer teruggezien. Bram, nooit meer, maar dat vind ik allemaal niet erg, maar dit vind ik dus laf. Met name ook omdat als ik er ben, dan is het lachen in mijn gezicht en, hoe is het met je, en leuk en bla bla bla. En dan krijg je vervolgens dit. Presentatrice Irene Milene, het ging over jouw optreden vooral in Shownieuws en het feit dat jij dan zou moeten zeggen op bepaalde momenten dat je niet moet aanschuiven, namelijk als het over Lil Kleine gaat, red. Evert Santegoets, bij die andere slijmballen. Bram, weet je waar het om gaat? Ik kan best kritiek hebben, maar kijk. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb vervolgens een appje gestuurd aan Wilfred Gené, die ik vrij goed ken, en ik zei, als ze dan ballen hebben, nodig me dan uit en dan ga ik met ze in discussie, maar dan ben ik er wel bij. Gaat dat ervan komen? Dat weet ik niet. Prettige wedstrijd, zo heb ik het geëindigd. Ik heb niks meer gehoord. Wilfred heeft gezegd, ik geef het door. Dan begint Bram weer laag bij de grond te opereren, zoals we dat wel vaker van hem gezien hebben in Shownieuws, bijvoorbeeld in de Borsato-zaak, waarin hij geruchten over het vermeende slachtoffer verspreidde. Bram, sommige mensen denken dat Derksen seniel aan het worden is. Dat weet ik niet, ik ben geen dokter, dat kan ik niet beoordelen. Albert, pardon, Bram, dat las ik. Het is Jan Roos die continu beweert dat Johan seniel aan het worden is. Albert, maar is dat nou terugmeppen dan of zo? Bram, nee, maar dat lees ik. Evert, Erik de Vlieger beweerde dat. Bram, heel veel mensen hebben dat gezegd. Albert, maar dat is wel heel heftig om te roepen. Bram, nadat Yves Geirat daar te gast is geweest. En wat Eus zegt dat versta ik soms niet, dus daar wil ik helemaal niks over zeggen. Albert vindt Bram niet chic. Nou, je hoeft niet terug te meppen toch? Je kunt het toch wel chic houden ook? Bram, ik hou het chic. Albert, nou, de een seniel noemen en de ander niet kunnen verstaan. Bram, dat is wat andere mensen zeggen over hem. Irene, maar ik zou het wel chic vinden als je wel daar zou kunnen plaatsnemen en je met elkaar het gesprek aan kunt gaan. Albert, je bent wel een slijmjurk als je dat zegt hoor, vind ik. Irene, wat? Albert, grapje.